Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là cả đoàn đang tập trung lại để chuẩn bị đi đến đặt hoa tưởng niệm một chiến sĩ Hà Lan đã tử trận trong cái cuộc chiến. Và sau đó sẽ đến một nơi mà đồng đội của anh Linh đã từng chiến đấu các bạn. Mời các bạn cùng đi theo đoàn của mình nha. Đang ra cái chỗ để tưởng niệm một chiến sĩ của Hà Lan cũng tử trận ở cái vùng đất này các bạn ơi. Anh đặt Dat is met timber framing. Dat houdt in, geen spijkers, geen schroeven. Alleen maar hout. Allemaal met pen-gatverbinding. En dat symboliseert ook dat stuk van Rafif. Hoge kwaliteit, handwerk en speciaal en oude technieken. Dat is waarom ik dat zo gemaakt heb. Daar heb ik al een foto van, maar hij zit er nog steeds niet op. Nee, nou, kunnen we straks net eten misschien even... Ja. Daarom zit ook dat Dutch Battery logo erin in verwerkt. Ja. Ja. Ik denk dat we al een beter beeld beginnen te krijgen zo, hè? Toch? Ik las ook.
Nee, ik heb alleen nog steen. Voor de drie jaren. Cái đường này nè, nãy á, một xe chạy lên cái bị mắc kẹt bùn ở trên á, bây giờ đang đứng chờ kéo xe xuống mấy bạn. Anh chàng này anh nằm đây cũng địa hình hiểm trở, thấy cũng thương lắm á bạn. Mọi người thấy thương anh chàng này. Rồi đó, mắc bùn vậy đó. Người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây á, là cũng là đồng đội cũ của anh Linh đó các bạn. Sau cuộc chiến thì giống như ông có duyên với cái vùng đất này đó. Thì hiện giờ ông đã qua bên Bosnia này á, anh ở luôn. Và hôm nay là anh cùng đồng hành với cả đoàn đi tới đặt hoa tưởng niệm, xong rồi ảnh dẫn cả đoàn tới lại cái nơi mà ngày xưa ảnh từng chiến đấu đó. À, anh kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện ngay tại cái nơi mà anh làm việc nè, anh chiến đấu cũ nè các bạn. Cái nơi mà mọi người đang đứng súng xích dày đó các bạn, là ngày xưa là ảnh đào một cái hố, xong rồi xe tăng của ảnh mới vô cái chỗ này nè để nằm đó
để quan sát cái tình hình địch đó, để mà có cái gì là báo về liền nơi căn cứ. Và tại đây anh chứng kiến nhiều cái việc xảy ra trong chiến tranh đó, có chuyện gì anh kể lại, ôn lại, nghe đó các bạn. Ik heb hier een foto. Ik heb alleen geen brilletje op. En daarna merk ik wel die leeftijd. Kijk, deze foto ook. Ik weet niet wie hem kan zien. Maar dit is hier ook. Dat is wat je op die foto ook ziet, dat voertuig wat daar staat. Maar dan zie je hier een zijkant in. En hier staat de tent. En dan heb ik ook nog een andere foto ergens. Ik denk deze. Zwart-wit foto. Kijk, hier staat voertuig. En, daar de en hier de tent. En dan zie je hier de plank. En op die foto zie je waar ik zit rijst te eten. Dan zie je die plank ook terug. Die ligt dus echt letterlijk hier. Want deze boom stond er niet. Hieronder lag die plank. En daar ligt Echo dus. En hier recht over die heuvel en zo. Daar ben ik naar beneden gelazen. Toen met die boom kloppen. En tijdens de beschietingen zaten jullie in het voertuig? Tijdens die mortieraanval. De dag daarna zaten we in het voertuig daar. Oké, en dat was veilig genoeg zo'n voertuig? Nee, als je die mortier op je dak krijgt, dan is het heel lang pindakaas. Ja, precies. Maar als het ging over, was op Charlie Hogenberg wel op geschoten, alleen langs. Maar nu kun je het een beetje zien trouwens, dat daar een heuvelrug zit. Je gaat er helemaal omheen zo. Daar is Yasinova, en dan gaat er helemaal weer omheen. Ja, we rijden morgen langs Rob. Dat pak je nog aan eigenlijk. Morgen vroeg rijden via hier naar Sarajevo. Oké, daar rijden we langs. Dan begonnen wij dat bandje af te bleren. En dan stonden ze toek. Tink, tink. Zoep. Ja, precies. Maar wij hadden dat elke dag. Dus je wordt er niet meer zo spannend van. Je bent blauw, hè? Dat weet je alles van. Dus je weet dat op een gegeven moment weet je gewoon, dus schiet hij niet op jou. Het is puur intimidatie. Ja. Maar wij moesten water halen, een heel stuk terug, drie bochten terug. Dat is dezelfde. Ik mis van net. Dat is het. Alleen ik hoor eigenlijk waar die vijf langs. Maar omdat ik de zesde, die bovenmarge zit, heb ik het zelf gedaan. Maar dat was wel die beneden helemaal in de leeglaan. Zelf omhoog gelopen. Toen over de heen kwam te houden. De adrenaline was ook al toen was klaar. Nou, Johan de Jonge, dat was een voorstuk. Dit weet ik alleen van Johan. Ja. We zaten hier met een gevecht gelopen. Dat weet je. Jij komt daar ook. Dat is de rendel, hè. Hij zegt, waar jij ziet van wat wij jou zien, dat was nog moeite doen. Ja, precies. Ik heb het gezegd, want het is te gevaarlijk. Stabiliseren, kom. En toen had Johan gezegd, nou, dan moet je gewoon een lijkzak naar boven sturen, want dan hoeft dat niet meer. Zo. En toen hebben ze dus wel een IPA gestuurd, en er zat Willem in, Willem Reuzen. Die hebben ze naar boven gestuurd met die IPA. Nou, dan heb je eigenlijk ook gewoon een voorwaardige dikte. En die hebben me in zijn voertuig zitten nog een paar meer duizend met de zit. En toen hadden ze gezegd, nou, ik zou het weer naar beneden brengen. Nee, dat kan nog niet. Zijn nog een weer. We gaan hem nu naar beneden brengen. Hij is jouw leeuwaardig gered eigenlijk. Weet je wat ze gewoon hier gedaan hebben? Ik weet niet precies hoe het werkt, hoor. Maar ze hebben me op de Bravo hebben ze me gewoon dichtgemaakt. Niks op het hotel. Ze hebben me op de Bravo dichtgemaakt. En ze hebben een of andere jaar gezegd van de hotel laten komen. Een of andere toer, die mocht dus geen bezoek, dat is anders. Dat doen ze in plaats van bloed. Ik had een leuk bloed, dat was het probleem. Dat was het enige. Want ze hebben me daar een soort doorbinnen van een infuus gegooid, maar dat is iets anders. En dat was genoeg. In de achtste stond ik alweer in de voortoren. Na de vliegleutje, dan zat ik in de voortoren. Dat was het operatie. Dat is het van de dat stond ik in de achtste kant. Die ik de achtste kant naar. Mensen moeten. We gaan straks verder. Met eten. Maar
af en toe heeft om 8 uur de 8:07 eten klaar. Het is 5:07. Hier zijn altijd mensen alles voorbereid. En de grote baas dan neem je er gewoon. Hebben vesten. Ja, nu gaat snel pakken. Ik denk van, oh, ik had toch mijn vest mee. Waar kom je thường lệ đó, trong lúc mình di chuyển từ nơi này qua nơi khác đó các bạn. Mình cũng tranh thủ quay cảnh đẹp của những cái nơi mình từng đi qua đó để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha các bạn nha. À, mình chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên ở nước này, nước nọ nè. Các bạn cùng ngắm nha các bạn nha. En dan komen we ook langs OPI Echo, observatiepost Echo. En daar... Và bây giờ mình xin được kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mến chúc các cô chú, các anh chị, các bạn bè được nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống nha các bạn.